Like nu de video, want anders stuur ik whisky op je af. En hij heeft altijd honger. Oké, guys, dit is echt het meest verschrikkelijk wat er gebeurd is. Voor de mensen die het hebben gemist. Die dame die daar zit, was eerst een vriendin van mij, zeg maar, of gewoon mijn vriendin. Maar omdat ik niet rijk genoeg was, ging ze ineens door naar mijn teamleider. Omdat hij ook niet rijk genoeg is, gaat hij ineens door naar die andere knaap. Dit loopt helemaal uit de hand. Zo, lieverd, ik ga wel betalen, schat. Je hoeft niks te betalen. Oh, maar dat vind ik echt super cute van je. Trouwens, zullen wij morgen wat doen samen? Het is nu een beetje laat. Dus als je me thuis af wil zetten, zou ik echt geweldig vinden. Dan kunnen we niet zometeen nog wat doen dan? Nee, schat. Sorry, het is echt te laat op dit moment en ik moet echt naar bedje toe. Kom maar, niet zo aanstellen. Het is pas 11:30 s'avonds. Plus, ik betaal het etentje. Ik ben duidelijk geweest, oké? Okay? Betaal het eten en breng me gewoon thuis. En morgen kunnen we gewoon iets leuks doen. Dan kom ik morgen naar je huis, toch goed? Okidoki. Ik vind het heel raar. Het is wel een beetje alsof zij zo afstandelijk ineens naar hem doet. In ieder geval, het zal me wel goed zijn. Maar ja, ik zie morgen toch op mijn werk. Dus ik ben benieuwd. Morgen gaan ze dus naar zijn huis toe. Ik weet niet precies waar hij woont, maar daar ga ik wel achterkomen. Ik moet eerst weten wat een auto is. A few moments later. Hij heeft tot dit moment betaald. We zijn dus net weggegaan. En dat betekent maar één ding: dat ik ook gewoon lekker naar huis ga. Dus ik ga er maar weer eens vandoor. Zo, jongeman. Ik ken jou nog. Oh ja? Hey, oh ja, dat klopt. Ik weet niet of je het gezien hebt, hoor, maar dat meisje waar je gisteren mee was, is niet loyaal. Ik ging eerst met jouw teamleider vandoor, want ik heb er een verhaal over gehoord. En vervolgens denk ik met jouw baas of zo. Ik weet van alles. Ja, ik vind het echt niet kunnen. Als ik jou was, ik meen het. Maak haar zwart online. Moet ik haar online zwart gaan maken? Maar als ik er aandacht aan ga besteden, krijg ze dat juist betaald. Wordt ze straks helemaal gek. Het is best wel een knappe dame. Je weet hoe dat gaat. Je hebt gelijk. Je moet een manier vinden om haar te pakken zonder dat ze überhaupt geld oplevert. Stalker nog, breng haar in de schulden. En zorg dat ze online wel bekend staat als iemand waar ze niet mee in zee moet gaan. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar dankjewel voor de tip, man. Nou ja, in ieder geval laat ik even doorgaan. En ik denk dat het hoogste tijd is om naar huis te gaan. Maar het feit dat ze met mijn baas even doorgaat, vind ik echt verschrikkelijk. Terwijl ze 2 dagen geleden nog met mij omging. Of ja, niet eens 2 dagen, van mijn 1,5 dag geleden inmiddels. Ja, ik ga maar mijn koekblik even pakken. En ik ga gewoon bij mijn ouders slapen, denk ik. Want maar ik ben er wel achter gekomen hoe zij namelijk is. En het erg is, hoe ligt zij mij zo gevoelig? Hoe kan ik kan er niks aan doen, maar ze ligt me echt, echt heel gevoelig. Ik begrijp het ook gewoon niet hoe dat kan. Want ik bedoel, zij heeft me echt gewoon bedonderd. Ze heeft me belazerd. En toch, ze ligt me echt heel erg gevoelig. Maar weet je wat? Ik ga lekker naar huis rijden en ik denk dat jullie weer thuis zien. Like even allemaal deze video voor extra geluk trouwens, mensen. Ik ben het bijna vergeten te vragen, want anders is er grote kans dat er straks een rat onder je bed ligt. Of misschien wel een spin. Brrr, dat wil je toch niet willen, jongens? Dus een like is maar een hele kleine moeite. Echt misschien wel de kleinste moeite naast video kijken. Het is gewoon klikken. En ja, dat kun je gewoon zelf doen terwijl je deze video kijkt. Wist je dat? Je moet de video niet op pauze zetten. Nee, het kan allemaal tegelijkertijd. Maar goed, we zijn dus thuis aangekomen. Ik ga verhaal halen bij mijn ouders. Of ja, in ieder geval het verhaal vertellen. Hey pa, ma, ik ben weer thuis aangekomen. Oh, echt? En hoe was het eigenlijk met je date? Ja, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar. Laat het daar even niet over hebben, oké? Okay? Het was echt de meest verschrikkelijke date die ik had. Hoezo? Ging ze met mijn geld ofzo vandoor? Dat is een verhaal voor een andere keer. Maar ik ga lekker slapen, papi en mami. Wel trusten. Ik heb echt helemaal geen zin dat verhaal te vertellen. Hoe moet ik dat wel uitleggen dat ik gewoon het geld van vader heb uitgegeven? Maar dat heeft waarschijnlijk al gezien. Alleen, ik durf die confrontatie echt niet aan te gaan. Maar weet je, wel trusten, jongens. A few inches later. Wow, een hele goede morgen. En oh, het is al super laat. Ik moet naar mijn werk toe. Ik kom straks nog 3 minuten te laat. En die baas wil echt gewoon stipt op tijd komen. Maar goed, ik heb een idee. Wat nou als ik zo meteen de teamleider ga zwart praten? En wat ik daarmee bedoel is dat ik gewoon letterlijk tegen mijn baas vertel dat mijn teamleider met die blonde dame is gespot. Dat ik haar heb gezien in het restaurant. Hey, ik ga naar werk toe, hè? Oké, werk ze. En geen rare fratsen, vriend. Nee. Komt helemaal goed. Zou ik je één ding vertellen? Iedereen op mijn werk rijdt in een normale auto. Maar die van baas, waar hij in rijdt, ik heb nog niet echt opgelet trouwens. Dat is echt stom. Ik had eigenlijk moeten opletten. Maar ik kan nu wel achterkomen in wat voor auto hij rijdt. Ik vind het wel verschrikkelijk dat zij met mijn baas is vandoor gegaan. Terwijl ze eerst daarvoor nog met mijn teamleider was en daarvoor met mij. Het lijkt gewoon een evolutie van werknemer naar teamleider naar baas. Het lijkt alsof ze straks een rijker event wil. Nog even en ze staat straks met Elon Musk of zo daar zo op het ruimteschip. En dat zal niet zijn omdat zij hem een knappe man vindt of zo. Maar goed, we zijn dus aangekomen bij werk. En ik denk dat het hoogste tijd is om mijn auto even te gaan parkeren. En wacht, is hij daar alleen? Oh nee, er is nog iemand. Ja, in ieder geval, een van mijn collega's rijdt in die auto. Dat zou zomaar een auto van een andere teamleider kunnen zijn. En ja, hoor, natuurlijk, die BMW. Heb mijn baas een BMW? In ieder geval, het is me duidelijk geworden. Laat ik even naar binnen gaan. Maar ik ga ze toch. Laat ik even zijn kenteken even noteren. En dan kan ik zo zien waar die woont. Oké, nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is geworden. Ja, er staat niet echt een kenteken op. Ook niet aan de voorkant trouwens. Wel, hier kan ik wel informatie uithalen. Want er zijn niet heel veel van deze auto's die rondrijden. Dus ik ga het fixen. Volgens mij is er maar 1 blauwe auto in de stad. Oké, er staat een dame aan de deur. Maar dat hoeft even niet. Ik ben de controlator op mijn werk aangekomen. Maar zoals ik al zeg, ik ga die prank even uithalen. Of ja, het is niet eens een prank. Alleen, ik weet alleen niet hoe het gaat bevallen. Maar hoe? Ik weet het niet. Oké, laat ik even naar boven gaan. En ik denk dat ik even me ga melden bij de baas. Waar was je vanochtend? Waar ik was. Ja, ik moest even thuis zijn namelijk. Ik ben wat later gekomen. Ik weet het. Je weet wat de regels zijn. Ga je melden bij de baas. Oké, semi-baas. Oh mijn god. Echt gewoon een semi-baas. Ook gewoon een teamleider. Weet je, ik ga me nu melden. En even kijken wat hij te zeggen heeft. Hey, oh mijn god. Hij heeft letterlijk een shotgun. Ja, luister goed. Waarom ben je te laat? Sorry, mijn auto startte vanochtend niet. Dus ik moest hem aan de praat krijgen. Hey, luister, waarom heb jij een shotgun vast? Oké, dat betekent dat je 1 kwartier lang moet doorwerken. Ook al ben je 3 minuten te laat, dan ga je maar 12 minuten door in je eigen tijd. En waarom ik een shotgun vast heb? Ja, je weet dat ik een jager ben. Ja, inderdaad. Hey, ik moet je wel even vertellen, want ik heb gisteren namelijk iets gezien. En ja, ik moet het toch even kwijt. Oh, en wat heb je dan precies gezien? Kun je dat mij eens vertellen? Ik was gisteren aan het eten in het restaurant. En ik zag toevallig mijn team
teamleider, die nieuwe, weet je wel. Maar ik zag dat hij met een of andere blonde dame vandoor ging. Dat was leuk voor hem. Kun je ook even vertellen hoe hij eruit ziet? Ja hoor, er zat een paardenstaart in, een zwarte croptop aan en ze had namelijk een legging aan. Een of andere gepanterde legging, dus dat. Oh, oké. Nou ja, ik ken haar niet, maar leuk voor hem, denk ik. In ieder geval, ik ga even naar mijn teamleider toe om even wat met hem te spreken, want ja, ik moet gewoon even wat zaken doen. Oké, helemaal goed. Okay, ze gaat nu naartoe. Oké, laat ik even heel snel achter hem aanrennen. Oké, snel. Laat even gaan volgen, want oh my god. Hij is echt super snel. Ik heb een idee. Het gaat een geweldig conflict worden, of een geweld, gewoon eentje maar geweld. Dan ga ik hem ook gewoon filmen en dan ga ik dat aan de politie laten zien. Ik denk dat het wel een goed idee is. Dat heb ik in ieder geval bewijs. Zeg, waar is hij? Oh, daar is hij. Oké. Okay. Laten we even kijken wat hij te zeggen heeft. Hé, hey, luisteren. Waarom ga je met mijn meid er vandoor? Wie denk je wel niet wie je bent, vriend? Hè? Dat is meer geïnteresseerd in mij dan jou, hoor. Ben je maar gek geworden. Maar, sorry, meneer. Ja, niks is sorry, weet je. Zoek het lekker uit. Ik hoef je niet meer te zien. Je bent ontslagen bij deze, oké? Okay? Oké, filmen. Snel, snel, snel. Luister, hier, hè. Wie denk je wel niet wie je bent? Kun je krijgen ook van mij. Hier, boom, hè? Dag. Gotcha. Oké, lekker snel mee vandoor gaan. Dit was wel heel heftig. Ik wist niet dat het zo heftig zou worden. Ik vind het wel heel heftig. Ik ga er gelijk vandoor. Ik meen het. Ik denk dat het de hoogste tijd is om... Nee, dat kan niet. Ik moet gewoon werken hier zo. Ik denk dat dat eerst al de bedoeling is. En ja, ik moet gewoon even wat werk gaan, denk ik. Natuurlijk, iedereen is weg. Oh, ik had ook niet anders verwacht. Maar ik kan mijn werk even afmaken. Ik ben helemaal uitgeput. Ik moest gewoon echt lang doorwerken. Iedereen was gewoon weg. Ze hoorden waarschijnlijk een knal. Maar ja, ook geen wonder. Dus ik ga even tegen hem zeggen. Hey, baas. Wacht, waar is mijn baas nu? Oh, hier. Hi. Ik ga er weer vandoor. Want mijn werk zit erop. Alleen, waar was de teamleider vandaag? Ik kan hem vandaag helemaal niet meer zien. Oh, hij is naar een ander bedrijf gegaan. En hij is de komende week. Of ja, ik weet niet. Hij is zo lang wat we afgesproken hebben. Gewoon daar zo. Oké, is goed. Hey, baas. Dan zie ik je weer morgen. Hè? Hey, doei, doei. Ja, in ieder geval. Ik ga naar de politie toe. En ik ga die beelden even laten zien. Want ik vind echt verschrikkelijk wat er gebeurd is. Er is gewoon letterlijk een schietpartij op mijn werk geweest. Gewoon een baas. Een teamleider neerhaalt. Dat had ik echt nooit verwacht. En gezien het met mijn dame van de eerste vandoor ging, betekent maar één ding, dat ik er gewoon snitje. Goed, weet je, ik ga mijn auto maar eens pakken. En ja, ik vind het helemaal niet leuk om mensen te snitchen, maar als dit gebeurt, ja, ik heb geen keus. Ik heb tenminste een oude Fiat, maar deze Fiat gaat tenminste wel super snel. En jullie zien het gewoon, hè? Nou, als een Fiat 500, dat kun je ook wel in ieder geval stellen. Maar weet je wat, ik ga even lekker naar het politiebureau rijden en ik ga even aangifte doen. Ik denk dat het beste idee is. Oké, weet je, wij komen dus aan bij het politiebureau en ik denk dat het hoogste tijd is om elkaar, ja, even mijn auto neer te zetten. Hoe je het ook maar bent of keert, we moeten echt aangifte gaan doen, want ik weet niet, ik kan me echt niet met mijn hoofd bij, maar mijn god, ik ben helemaal in de war. Laat ik even naar binnen gaan. Hey, goedenavond, meneer de agent. Hey, ik wil toch even ergens aangifte van doen. Wat dan? Heb je soms bewijs? Ik heb keihard bewijs. Meneer, kijk zelf maar de video. Oké, laat ik even de video gaan kijken. En waar moet ik... Wacht, voor mijn ziekenhuis. Hij heeft gewoon letterlijk een wapen in zijn hand. En wacht, wat? Dat betekent maar één ding. Dat ik hem vanavond nog ga arresteren. Of nou, trouwens, we zitten eigenlijk vol. Ik ga morgen een arrest inplannen. Niet vandaag? Luister, hij heeft waarschijnlijk nog niet veel meer moorden gepleegd. Ik weet wie het is. Normaal doet hij dat niet. Maar die ene dag kunnen we wel wachten, weet je. Maar niks tegen hem zeggen. Ja, ik doe, meneer. Hey, fijne avond, hè. Jeetje, meneer zit er gewoon helemaal volgeboekt. Maar nu wil ik wel even weten waar ze eigenlijk wonen. Of tenminste waar hij eigenlijk woont. Laat ik even naar het huis gaan rijden zometeen. En dan even kijken waar hij überhaupt. Ja, want ik denk dat het wel een goed idee is dat ik hem überhaupt ga pranken of zo. Laat ik dat sowieso even gaan doen. Maar ja, ik denk dat ik even naar huis ga. En even kijken waar hij woont. Nou, ik ben dus aangekomen bij zijn huis. En ik ben dus heel benieuwd of hij hier thuis is. Ik denk het wel. Maar laten we even gaan kijken. Want hier moet hij dus ergens zijn, hè? Ah, kijk, zijn auto staat er. En dat komt mij dus heel erg goed uit. Laat ik even hier naar binnen gaan lopen. En ik denk dat de hoogste tijd is om hem of ja, haar even aan te spreken. Oké, laten we even snel doorgaan. Want ik denk dat ze achter zitten. Want ze hebben ook een hele mooie achtertuin. Waar je u tegen zegt. Ze hebben gewoon letterlijk dames hier zo. Ik meen het. Ze hebben gewoon feestjes, huisfeestjes. Is het echt zo'n paleis? Ik denk het wel. Tenminste, het laat het wel zo lijken. Laat ik even kijken wat ze tegen elkaar te zeggen hebben. En hier moet het als goed is zijn, hè? Even stop je. Oh, die fakkels is wel heel mooi. Doe, schat. En ik was het vandaag op je werk. Ja, goed. Eenmaal luister. Ik heb iets gehoord over een of andere teamleider of zo van mij. Was hij echt met jou op deze? Hij liet het maar lijken, maar eerlijk, ik had hem maar gewoon een beetje gebruikt. Maar ik vind jou wel echt een hele leuke, knappe knaap, gast. Oh, maar dat vind ik wel heel leuk om te horen. Echt wat lief ben jij ook gewoon. Echt oprecht en loyaal. Ja, hè? En ik heb daarvoor nog een andere lief gehad. Maar die heb ik eigenlijk maar gewoon keihard gebruikt. Oh, en wat is de naam van de vorige lief? Hij heet Delly, ofwel Delano. Die ging met vaders geld er vandoor. Oké, dat had ik niet verwacht, maar oké. Is er iets? Nee hoor, er is niks. Ik ben waarschijnlijk de volgende target. Ik moet morgen dus echt niet komen opdagen, want ik weet wat hij probeert. Doe me gewoon alsof ik niks heb gehoord en ik denk dat ik gewoon lekker vandoor ga. Ik ga ervoor zorgen dat het snel opgepakt wordt. Ik moet het echt snel doen voordat hij mij te pakken gaat nemen. Dus ik moet me ergens gaan verstoppen. Trouwens, hij weet waarschijnlijk ook waar ik woon. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is om er snel vandoor te gaan. En ik hoop niet dat er iets gebeurt. Maar wat ik wel ga doen is een BMW meenemen. En ik ga die toch proberen te verkopen of zo. Als je dat ziet, bro. Ik meen het. Ik ben echt een sjaak. Dat gaat hem echt niet worden. Ik laat mijn koekblik even lekker staan. En dan gaan we dan. Ik ga deze BMW morgen even inruilen voor een gouden Lamborghini. Want ik weet zeker, die dame houdt van goud. Het is eigenlijk misschien een beetje verkeerd wat ik doe. Maar hij heeft het wel een beetje verdiend. Alleen ik durf echt niet meer thuis te komen. Ik denk dat ik maar één ding ga doen. En dat is lekker slapen. Oh, dit wordt echt een heftige nacht. Dus ik ga er maar eens lekker van doordenken. Ik denk dat het wel een goed moment is. Dus ik zie jullie weer thuis. En daar ben ik dan al, jongens. Ik ben weer terug thuis aangekomen. Ik ga de auto maar eens even parkeren. En ik ga gewoon lekker slapen. Oh my god. Ik weet alleen of ik hier veilig ben. Dus ik ga hem proberen in de garage te zetten. Ik hoop niet dat hij naar binnen kan. Want anders heb ik één groot probleem. Dus ik ga hem even hier neerzetten. Maar ik ben niet meer veilig. Die politie, waarom heb
hebben ze nog niks te doen. Het is altijd zo, weet je wel. Oh, ik word er echt een beetje moe van. Ik ga gewoon naar bed toe. Het is laat. Weet je wat ik zeg? Wel trusten, jongens. Oh, ik denk dat de hoogste tijd is om op te staan. Nou ja, ik ben dus wakker geworden. En ik ga die auto inruilen voor een Lamborghini. En kijk hoe die Goldigger daarop gaat reageren. Ik bedoel, ik heb die auto maar gewoon gejat. Maar ja, die Goldigger is ook wel slim genoeg om te bedenken dat die auto wel van hem is. Daarom heb ik hem ook gaan inruilen. Ik denk dat dat veel slimmer is. Dus ik ga de auto pakken en ik ga lekker rijden. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe hij erop gaat reageren überhaupt. Of ja, zij eigenlijk. Want ja, ik weet echt niet wat ik moet wachten eigenlijk. Maar ik ga in ieder geval een Lamborghini halen. Ik moet zeggen, deze auto is ook super mooi, hè, die BMW. Laat het even duidelijk zijn. Maar toch, ik ga toch echt voor die Lamborghini. En ik ben heel erg benieuwd hoe zij erop gaat reageren. Ik ben echt gewoon gespannen. Want ik weet hoeveel als ze loopt. Zij loopt altijd een beetje tussen al die Insta-famous dingen rond, weet je wel. Dat ze zelf niet eens is. En daar hou ik niet van. Mensen die pronken met geld die ze zelf niet eens hebben. Maar wel doen alsof ze rijk zijn. Kom aan, dat ben je niet. Dat is zij ook niet. Ben je broke, dan ben je broke, oké? Okay? Ben je rijk, dan ben je rijk. Maar ga niet voordoen alsof. Maar wat ik wel oké zou vinden, is dat je bent echt super rijk en je doet alsof je broke bent. En op zich logisch, want je wilt gewoon niet dat mensen een overval gaan plegen in je huis. En ja, als je echt gaat pronken met geld en je doet alsof je rijk bent, dan ben je heel erg aantrekkelijk. En niet voor de mensen die denken van, oh wauw, die wordt echt in een mooi huis. Nee, voor de overvallers en voor de inbrekers, daar ben je aantrekkelijk voor. Als het goed is, zijn we bijna aangekomen bij de car dealer en daar moet het zijn hoor. Oh ja, zeker. Wauw, hero hè. Nou, laten we even naar binnen gaan. Ik denk dat het goed idee is. En kijk eens, die gele Lambo roept mijn naam. Deze ga ik verkopen aan iemand en waarschijnlijk is hij al klaar. En dat betekent maar één ding, dat ik gewoon, ja, die Lambo ga kopen hier. Dat is volgens mij bijna dezelfde waarde. Sterker nog, misschien iets minder. Maar ja, die Lamborghini ziet er net iets duurder uit dan die andere. En, oh, wacht. Hij is er ook al. Oh, nee. Oké, ik moet het snel regelen hier. Dus ik ga het nu even doen. Hey, een goede dag, meneer. Ik zou graag mijn BMW willen inruilen voor een Lamborghini. Zou dat kunnen? Oh, ja, zeker. Heb jij soms papieren meegenomen? Die liggen als goed in het desktop kastje. Dus die kun je wel pakken. Zeg, ben je een beetje gespannen soms? Ja, hè, tuurlijk. Ik bedoel, ik ga een Lamborghini rijden in één keer van een BMW. Tuurlijk ben ik gespannen. Dat dacht ik al, sure. Maar waarom heb je niet gelijk gekozen voor een Lamborghini? Ach, joh, waarom wel? Ik wou even de tijd nemen om een andere auto te laten wennen. Ik dacht dat dat veel duurder zou zijn dan Lamborghini. Ah, het gaat om het geld, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar dan is bij de zaken in ieder geval rond. Dus daar ga ik even lekker vandoor, hè? Dus weet je wat? Fijne dag, meneer. En wacht, wat doet hij daar? Huh? Dat vind ik heel raar. Nou, dan ga ik hem even door. Oh my god, dit meen niet. Er wordt gewoon letterlijk geschoten hier. Are you serious? Nee, nee, nee. Oké, snel vandoor. Oh, dit is echt foute boel. Zo, oké, kan ik hier doorin? Nee, dat ga je niet. Oké, kom gauw naar buiten. Oh nee, hij is daar. Hij is letterlijk daar. Oh nee, pas op. Oké, go. Pas een beetje op, oké? Go, snel. Moeten instappen. Wegwezen hier. Voordat hij op die Lambo gaat schieten. Oh nee, hij rijdt mijn Lambo. Oké, snel. Vandoor. Oh, laten we muziek uitzetten. Die rijden ze ook gewoon gelijk aan. Oh, dit is echt foute boel. Nou, gelukkig ben ik wel weten te ontsnappen. Want ja, anders hebben we echt een probleem gehad, man. Oh, dit is foute boel. Ik zei dat die gast meteen moest opgepakt worden. Waarom luistert de politie niet? Ik hoop dat ze nu wel twee keer gaan nadenken voordat ze een actie onder gaan nemen. En überhaupt het weer gaan doen. Want dit kan echt niet. Die gast had al lang opgepakt moeten worden. Maar weet je wat? Ik ga even naar die dure straat toe. Oftewel naar al die famous celebrity street. En dan gaan we even die chick ophalen. Oftewel die dame. Ik ben wel benieuwd hoe ze van, ja, wat ze van mijn auto vindt. Ik denk dat ze het wel mooi vindt. En kijk of ze nu in één keer wel meegaat. Als ik gewoon laat zien dat het mijn auto is. Want ik kan het gewoon aantonen. Dus ik zie die weer daar. Of nee, laat ik het zo zeggen. We zijn in die straat zelfs. Oh my god. Ja, daar staat een rode lelijke auto voor. Oh, daar staat ze. Ze zit gewoon letterlijk te praten hier zo. Laat ik even gaan toeteren hoor. Oké, daar gaan we dan hè. Hey, lieverd, stap in. Liefjes, ik moet gaan, ja. Ik zie een mooie auto. Dus doei doei. Hey, schat. Hoe gaat het eigenlijk met je? Wow, is het jouw Lambo? Of voor wie is deze Lamborghini eigenlijk, als ik vragen mag? Ja, dit is inderdaad mijn Lamborghini. Ik heb deze gekocht. Dus, bij deze. Ik wou het even gewoon geheim houden. Ik dacht van misschien wel leuk, toch? Oh, wauw. Zie je wel. Ik wist wel dat je een mooie Lamborghini kon rijden. Waarom had ik je niet eerder geloofd? En sorry voor die andere twee gasten. Ik weet dat je het hebt gezien. En ik wil echt mijn excuses voor aanbieden. Maar waarom heb je het al gedaan, lieverd? Het zit zeg maar zo. Deze jongens kwamen gewoon op mij af. En ik vond het wel heel interessant als ze eigenlijk op me hadden. Maar toch, ik had ze eigenlijk maar meer gebruikt. Dus daarom dat ik nu bij jou ben. Want jou vind ik wel echt leuk en knap, snoetje. Oh, super lief. Maar hey, ik moet wel even iets bij werk ophalen eerst. Dus dan ga ik dat even doen. En ja, dat is. Maar werk je dan nog steeds? Nee. Ik heb ontslag genomen. Maar ja, ik wou nog wel even iets ophalen. Want ik heb mijn spullen laten liggen. Ah, oké. Duidelijk. Nou, laten we het even doen dan toch? Inderdaad. En in deze straat werk ik. Ja, je hebt het waarschijnlijk wel gezien bij Live and Father, toch? Ja, ik heb er inderdaad wel van gehoord, lieverd. Maar die mensen waren niet echt positief over je. Vooral die baas niet. Dat dacht ik al. Maar hè? Wacht, wat doen al die politieauto's hier zo? Of maar weet ik al wat. Heb ik iets gemist, Delano? Ja, let maar op. Oh, oké. Okay. Nou, ik even naar binnen toe, ja? Dus tot straks, schat. Ja, in ieder geval, ik kan eens even kijken wat ik hier binnen kan verwachten. Want ja, de politieauto staat ook niet voor niks. Maar wat is daar precies aan de hand? Ja, ik weet ongeveer wat er gebeurt, want ik had aangifte gedaan. En waarschijnlijk is hij nou opgepakt. Dus dan zijn ze gelukkig nog, ja, soort van op een mooi moment bij, zeg maar. Dus binnen een dag weten op te pakken. Oké, daar zijn ze dan, hè? Oh, daar zijn ze. Oh my god, dat meen je niet. Ja, meneer, op je knieën. Hey, luister, laat me nu gaan, hè? Als je me niet laat gaan, ik knal jullie allebei neer. Op je knieën, ik wil eigenlijk één keer. Nee, dat ga ik niet doen. Ga weg. Op je knieën, zeg ik, nu. Hey, luister.
ik helemaal niks doen, ja? Weet je wat jullie kunnen krijgen? Hier, hè? Je hebt één groot probleem. Pak aan dan, hè? Hey, dit gaan we niet laten gebeuren, vriend. Hier, wie denkt van nu wie je bent? Dit is echt foute boel. Oh, die politie komt overeind. Wat? Hoe overleeft hij dit? Oké, laat ik hier even snel achter staan, ja? Ja, bij deze gaan we niet laten gebeuren, vriend. Zo, oké, snel wegwezen hier. Ik voel het wel heel erg verdacht dit. Maar in ieder geval, het is duidelijk. De schietpartij is geweest en we moeten gewoon snel vandoor gaan. Maar ik ben gelukkig niet echt gewond geraakt. Oh, gelukkig maar. De politie had ze niet te pakken kunnen nemen, maar ja, dan had ik het even in eigen handen moeten nemen. Goed, weet je, laat ik er gauw vandoor gaan. Lieverd, het is echt uit de hand gelopen. Hé, wat is het al gebeurd dan? Hé, luister, die baas heeft letterlijk de politie erin geknald. Oh, wat een badass is het ook, hè? Wat heb je toen gedaan? Toen had ik het even in eigen handen genomen en de baas neergeknald. Wacht, wat? En als het goed is, krijg je er nog eens geld voor ook, want ik heb de politie of de dienstambtenaar weten te redden. Als ik hiervoor ga zitten, dat zou echt heel erg onverkeerde wereld zijn. Ja, schat, je hebt enigszins wel gelijk. Laten we iets leuks van gaan doen samen. Ja, klinkt een goed idee. Hey, ik heb een hele mooie plek met een mooi uitzicht. En ik zou die Titanic staan met jou willen nadoen, ja? Dat ik achter je kom staan en jij lekker voor je met de armen gespreid. Goed? Ja, is goed. Moet je wel je ogen dicht houden bij deze. Ga ik doen, lieverd. Nou, dan gaan we er naartoe, hè? En daar is het, hè? Eigenlijk gewoon vlakbij de plek waar ik heb leren kennen. Maar je hebt gewoon één plek over het hoofd gezien, denk ik. Oh, maar wat dan? Ik ken bijna heel de beach eigenlijk wel. Zeg ik nog, ik vind het wel leuk om lekker met mijn bikinietje in het strand te liggen. Op stranden, dat soort dingetjes. Toen ging ik altijd een beetje mannen lopen kijken en gluren. Ah, jij weer. Kom op, ik ben je man nu, hè? Ja, dat zou ik nu ook niet meer doen, hè, als ik in een relatie zit. Maar als ik niet in een relatie zit, dan doe ik dat uiteraard wel. Ja, oké, fair enough. Weet je, daar kan ik ook niks over zeggen verder. Maar hey, hier moet het dus zijn. Weet je wat? Stap uit en dan gaan we even naar de pier toe. Oké, ik heb wat eten voor haar halen, dus dat betekent maar één ding, dat ik het even ga brengen en zij staat eigenlijk al klaar. Hey lieverd, ik zou zeggen, loop er maar naartoe en hou je ogen dicht, zou ik zeggen. Oeh, ik ben echt benieuwd wat je gepetto hebt, Delano. Dat snap ik. Maar zeg, je gaat geen rare dingen doen, hè? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Oh, gelukkig maar, want ik ben er wel een beetje bang voor soms. Maar weet je, dan ga ik gewoon doen wat je zegt, dan ga ik naar de pier toe. Kijk, dat vind ik helemaal geweldig. Nou, ik zou zeggen, doe je ogen maar dicht. 1, 2, 3. Zo. Wat rusten. Kom aan, zeg. Ik hou niet van die golddiggers. Oh, ik heb wel gelijk ruzie met de gemeente, maar hey, ben je er ook even bij? Moet ik je ook even laten zwemmen, meneer? Ik kan ook wel even regelen dat jij gaat lekker zwemmen, vriend. Hè? Wie denkt van wie je bent? Kom een rotzak. En jij ook? Oh nee, pas een beetje op. Oh, ik heb gelijk ruzie met de buurt. Dat had ik ook niet moeten doen. Maar deze is wel verdiend. Maar goed, weet je. Oh my god, waarom nemen ze het voor zo iemand ook op? Ik snap er niks van. Zo, ik heb in ieder geval weten te redden. Bedankt voor het kijken, mensen. De serie is afgelopen. Like, abonneer en ciao. En een kleine tip: vertrouw nooit dit soort dames.